One Minute of Hope. Wat hebben wij een enorme waardering gekregen voor mensen in de zorg. Tot het uiterste toe vechten zij voor het leven van mensen op de intensive care. We hebben beelden gezien van uitgeputte verplegers en artsen die dag en nacht in de weer zijn. Duizenden zorgmedewerkers die niet meer werkzaam waren, hebben zich weer gemeld om samen te vechten tegen het coronavirus. Wat een moed, wat een durf en zelfopoffering. Van de week zei iemand, de wereld is ziek. En meteen moest ik denken, wie zorgt er eigenlijk voor de wereld? In de meest bekende Bijbeltekst aller tijden staat, want God houdt zoveel van mensen dat hij zijn enige zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in hem gelooft zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om de mensen te veroordelen, maar om door hem de mensen te redden. In deze tijd denken wij aan Jezus die in totale zelfopoffering zich heeft ingezet voor mensen. Omdat God zoveel van mensen houdt. Dat is Gods intensive care. Wil je meer weten over One Minute of Hope en God? Kijk op twr.nl.